Hallo YouTube, ik ben Tobias. En ik ben Bram. En welkom bij de TNT Cannon Challenge. Met als kanon van deze week een kanon dat zoveel mogelijk kogels recht omhoog schiet. Is dat kanon dus dat we uit de reacties hebben gevist? Het moet ontploffen voordat het beneden is. Ja, het moet in de lucht ontploffen. En het moet recht omhoog, dus niet zijwaarts ergens. En hoe meer je omhoog schiet, hoe beter het is. Een beetje zijwaarts kan wel, want dat gaat meestal. Laten we in het midden gaan bouwen. Ja, maar een beetje zijwaarts kan wel. Hoef ik minder snel wat te doen. Want dit is wat we nu al. Deze plek hebben we aardig tijd gebruikt. Daar is de parkeergarage. Hier kom hier dan. Mislukte dingen. 1 uur challenge. Gewoon in het midden gaan we, oké? Okay? Ja, want hier kunnen we niks kapmollen. Okay. Ik heb nog geen idee. Ik denk dat ik een idee heb. Ik heb nog geen idee. Tjup, gebouwd. Ja, maar dit is mijn basis. Ik maak gewoon een vierkant, weet je wel. Wat denk je dat mijn tactiek is? Rondje? Ja. Goed. Oké, hè. Hij is al verkeerd. Dat had niet lang nodig. Oh, deze is weer verkeerd. Waarschijnlijk is deze nog steeds verkeerd. Ja, je bent niet zo goed volgens mij, hè. Tot nu toe is dit mijn ontwerp. Wedden die van mij heeft te weinig power. Hij moet in de lucht. Of. Ja, hij moet in de lucht ontploffen. Dus niet halverwege ergens op de grond. Kijk, mijn tactiek en zo. Test 1. Gaat die? Perfect. Wat was er gebeurd? Niet recht. Die van jou gaat ook niet recht, hè, dat weet je. Hoezo? Je gaat hem duwen? Uh-huh. Misschien werkt het. Misschien wordt hij de grond in gelanceerd, maar. Weet je, misschien werkt het. Kleine kans, maar. Hé, hey, altijd optimistisch blijven, hè? Altijd optimistisch blijven. Misschien werkt het toch? Waarschijnlijk niet. Maar als het zou werken, wat het waarschijnlijk niet doet, zou het toch mooi zijn. Of niet? Als het zou werken, wat het waarschijnlijk niet doet, zou het heel leuk zijn. Weet je, dan heb je een heel leuk en aardig iets bedacht. Al werkt het niet, het is heel leuk. Heel creatief, weet je wel. Wel creatief bedacht, daar krijg je een sterretje voor. Je hebt je best gedaan. Ja, maar dat kan ik al heel snel zeggen. Niet bij mij. Ik heb een huis gebouwd, je hebt je best gedaan. Van jouw toren, doe eens wat. Dus? Wat is je probleem nou? Nou, ja, dat weet ik ook nog niet. 3. Oké, hier komt ie van mij, hè? Ben je klaar voor de test? Komt ie, hè? De lading gaat niet af. Heel mooi rookgordijn. De kogel zelf gaat de lucht niet in. Hoe de fuck gaat een ding aan? Een piston. Pardon Bram, wat zei je? Hoe zou een piston aan zou gaan? Hoe zou een piston aan gaan? Dit soort taalgebruik tolereren wij hier niet in Nederland. Ja, wat is nou je probleem? Jouw hoofd. Oh, ik snap het al. Dit probleem wordt zo spoedig mogelijk veranderd. Dit probleem hebben wij vaker last van. Denk je nou dat je grappig bent en wij die eerst? Wij krijgen hier meer klachten over. Kijk, daar komt hij, daar komt hij. Oh, krater? Ik noem het de Braminator. Ik dacht dat het wel aan zou gaan. Wat hebben we hieruit geleerd? Als je wil lachen, moet je gewoon naar zijn kanon kijken. Oké, hier komt die van mij, hè? Komt die, hè? Let op. Boom! Oh, zag je dat? Hij deed dit. Zag je dat? Hij deed dit. Hallo? Ja, ik zag het. Was er weer iemand in je kamer of zo? Ik wil het niet zien. Was zeker weer iemand in je kamer, dan demp je jezelf snel altijd, hè? Nee, dat was niet in mijn kamer. Dat vind ik onacceptabel als je zomaar dempt.
Dit gedrag vind ik onacceptabel en zal ik zeker niet tolereren in deze hedendaagse cultuur. Hoe klonk dat dan? Hij gaat niet af. Ik weet het. Ging die zo af? Gaat er, hey, zo gaat er wel wat af hoor, moet je maar opletten. Nou, volgens mij doet hij het. Misschien moet je een nieuw ontwerp. Heb je die van mij gezien? Die van mij ging de lucht in. Ja, maar dan kan ik die van jou nabouwen. Nee, op de positieve manier de lucht in, niet kapot. Hé, hey, jij zet gewoon een toortje op tijd na een tijdje neer. Nee. Ik had het redstone, maar... Hoe ik dat nu ga flikken? Hé, hey, wacht, de redstone is kapot. 1, 2, 3, 4, 5, torch. En de torch mislukte. Ging niet aan bij de torch, heel raar. Oké, okay, komt hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nee, ze kwamen te laag. Zag je dat? Hallo? Nee, ik zag het niet. Oh. Jij kijkt ook niet als ik iets doe, hè? Ik had de kogels te laat aangestoken. Ze vielen helemaal naar beneden en blazen ze mijn kanon op. Heb je 4 kogels? Ja. Kijk mijn nieuwe ontwerp. Ik bedoel, 1 deed het prima. Dacht je nou al, je hebt het nog niet eens gezien. Oké, okay, komt ie van mij, hè? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, die ging scheef. Ja, dat is zo goed als recht omhoog. Je kunt TNT niet precies recht omhoog laten schieten. Dat kan. Niet. Wel. Nee. Als je een miljoen keer probeert, gaat hij vast wel een keertje recht. Ja, maar niet op de millimeter precies recht omhoog. Heb jij dat wetenschappelijk bekeken? Nee, maar ik heb dit wel dermologisch getest. Dat zag ik een keer in de reclame, dat vond ik een slim woord. Oké, 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 ik denk wel. Wat dacht jij nou? Is dit de echte Tobias? Even hoor, werkt dit? Nee, dan gaat er maar eentje aan. Krater! Je krijgt geen krater met Petrol. Oh nee, het is allemaal opgeruimd. Allemaal keurig netjes opgeruimd. Ik plaats mijn redstone altijd heel slim. Ik maak altijd een heel boogje eromheen. Oké, hou maar op, ja? Je bent niet zo goed met redstone, hè? Weet je niet? Ja, weet ik wel. En daar nou, wat is dat toch altijd een kut antwoord, weet je? Maar je gelooft me, nee. Nee, dat ben je helemaal niet. Ik ben gewoon slecht. Jij hoopt natuurlijk voor een antwoord van... Oh ja, je bent helemaal goed en zo. Maar nee. Nee. Wat? Daar sta ik niet goed voor. Maar omdat nee. Je zo aandringt. Nee. Nee. Stoute hond. Waf. Wil je het zien? Volgens mij moet ik een bedrock muur bouwen. Ben de redstone signaal vergeten te verlengen. En het was te zwak. 1 blokje te zwak. Dat is zo leuk. Als er net 1 blokje tekort komt. Ik bouw het al hier hoor. Shit, ik weet niet of dat goed gaat. Oké, okay, ben je klaar voor die van mij? Die van mij heeft een kans om te falen. Als het TNT verkeerd gaat en in het midden landt, dan ontploft alles. Kom op. Ja, dit is veel te veel. Ik weet wel dat het misgaat. Ik heb sowieso tot nu toe al gewonnen. Ik heb al 1 goede lancering gehad. Jij 0. Oké, ik ga het nog een keer proberen. Dat was zeker niet recht. Die van jou ook niet. Oh.
Die van jou, misschien moet je iets minder repeaters doen. Die van jou stortte zeg maar neer. Hoezo? Ik ben een baksteen, jongen. Oké, okay, komt die van mij, hè? 1, 2, 3, TNT. Ja, die gaan recht. Die gaan allemaal een aparte richting op, dat is veel mooier. Als ik dat gehad, dat je gezegd, is mooier als ze één richting op gaan. Het is zo. Dit zag er best wel cool uit, vind ik. Oké, okay, kom, wacht, meer TNT. Vind je dit er niet cool uitzien? Wat, de krater? Kijk, die van mij die ontploffen in de buurt. Ja, maar die van mij gaan een specifieke richting op. Die van jou gaan gewoon, ja, nu hierin. Kijk, komt hij weer, hè? 1, 2, 3, 4, 5 en... Boom! Boom, vuurwerk! Kijk, daar komt mijn nieuwe... aardappelkanon. Meer water? Kan nooit wat goeds betekenen. Kijk, ze komen bij mij uit drie richtingen, dus van de bovenkant ziet het er ook al lelijk uit. Ik weet, denk ik, waarom jouw kanon naar één kant schiet. Moet je stellen hoeveel kogels er links in gaan en hoeveel er rechts in gaan. Ja, dat heb ik ook al gezien nu. Volgens mij gaan er daar links in en daar rechts. Dus, of, 6 en 7. Dus, volgens mij moet je nog iets veranderen eraan. Zo beter? Nee, het is nooit goed. Ik ben een ontevreden koala-beer. Klopt. Klopt. Wat was dat nou weer voor een racistische... iets? Misschien moet ik de TNT maar gewoon weg doen. Maar ik ga de lucht in. Kijk, hè. Mijne gaat zo. I fly. I can fly. Misschien moet je niet gaan zingen. Oeps. Oh. Nee, dat wordt hem niet. Dat. Ga jij zingen? Sinterklaas, kapoes. Pat! Ineens een raam kapot ergens. Ik hoorde wel iets, maar... Nee. Morgen heel Arnhem langs, allemaal ramen gebroken en alles. Dat denkt Tobias dan weer gelijk, hè? Hij overdrijft weer gelijk. Overdrijven? Dat valt wel mee. Dus die aangaat, gaat die aan. Als die uitgaat... ietsje vertraging. 1. Ben je al bijna klaar? Je hebt nog 1 minuut. En 52 seconden. Ben je al bijna klaar? Nee. Oh. Ja, maar ik verzin wel even snel wat. Jij flanst wel wat in elkaar. Dat komt wel goed. Reken er vooral niet op dat het gaat werken. Oh. 1. Sloop ik hetzelfde blokje weer. Oh. Ik heb een hekel aan het blokje. Oké, okay, ik ga die van mij testen. Wil je hem zien? Eigenlijk niet. Allemaal heel moeilijk met rest en toortjes en zo. Kijk dan. Kijk dan, allemaal heel moeilijk redstone toortjes en allemaal redstone en zo. En dan kom jij aan. Kijk eens. Kijk eens. Eerst gaan die aan. Daarna gaan die toortjes aan. En dan boem. En dan allemaal sterretjes en zo. Hier zijn redstone toortjes allemaal. Ik zie er maar één. Nee, daar ondergrond is nog meer. En hoe gaat het met die van jou? Moet ik helpen vullen? Klaar. Steek maar aan. Nee, hier moet nog. Ik ben al klaar. Hier niet. Jawel. Je bent nog niet klaar. Oh nee, wat is er niet goed dan? Het
Zeg het maar als je hem gaat lanceren. Het gaat één kant op. Er is één TNT blijven staan. Oké, voor de finale zullen we allebei de kanonnen nog één keer laten zien. Wat jullie het zo graag willen. Bram, vul je kanon maar. Nee. Oké, is goed. Je mag helemaal niks meer veranderen eraan, hè? Vullen maar. Zet de lever klaar. Hier komt die van mij aan. En 1, 2 en kaboom. Prachtig. En hier komt die van Bram. 1, 2 en 3 en nou, helaas, wel. Bram heeft zijn eigen kanon opgeblazen. Zo te zien heb ik deze week gewonnen. Dit was het, mensen. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.